Een hele goede middag, lieve vrienden. Ik zit vast zo. Ja, het is alweer maandag. Het is 13 augustus en het is 4 minuten over 12. Zometeen komt Chrissy weer samen met haar dochter. Nou ja, haar dochter kan ik niet op de vlog zetten, want die wordt beschermd. Dus dat ga ik ook dan niet doen. En ten tweede, de huishoudelijke hulp komt. En ik had wel weer even een ander, maar wel eentje die ik kan en vertrouw. Dat is de afspraak. En want deze week heeft Rebecca nog weer vakantie. Ik ben met koffie bezig. En ook Chrissy die komt, die gaat vanmiddag van mij een... ga eens even naar de kant, hoe heet het nou? Ja, zo weet ik het, zo ben ik het even kwijt, ja. Ze gaat mij interviewen, zo ja, zo is het. Waarom? Dat merk ik niet dan wel, ja. Maar in ieder geval, ik ga even mijn lunch klaarmaken en ik hoop dat jullie kunnen genieten van alles en nog wat. Hier is het bewolkt, triest, grijs, maar ik heb wel alles open. De tuin is het open, het keukenraam is het open. Er komt amper een zuchtje wind naar binnen en ja, het is gewoon lekker qua temperatuur. Het is, de warmte blijft hangen, ja. Want het inhuis is 23,5. En op de vlakte is het toch nog 20,5. Ja, bij de poort. Oké, gaan kijken. Daar is het 26. Nou, lekker bij de poort. Nou, en daar staat een grote vrachtwagen. Die is weer bezig om zijn vertrek klaar te maken. Daar kwam een heel groot bankstel uit. Uit het groene gevaarte daarin. En het plastic hangt weer. Ja, en ik ben één poesjebeestje kwijt momenteel. Ze is vannacht niet thuis geweest. Die kleine zwart-witte. Ja, mijn meisje. Dus ja, ze is er nog nooit. Ik weet niet waar ze is. Ik zal zometeen toch wel eens eventjes op de onderzoek uitgaan. Maar oké, ik laat jullie weten als het er weer is. Ik zou zeggen, geniet van je dag en tot later. Hoe mooi is dit? Dit hebben we nog nooit gezien. Met elkaar erbij, elkaar te samen. Voor het raam. Hoe geweldig. En dan liepen de buren er nog voor langs. Hé? En dan komt er eentje aan. En die mag ik ook niet vloggen. Ja, vind gek. En dan loopt je broertje weer weg, hè? Omdat er zo hard gelachen wordt. Ja. Hé? Potverdikkie. Maar ja, er komt nog meer volk en die mag ik ook niet vloggen. Ja, van haarzelf wel, maar van de baas niet. Dus doen we dat ook niet. Ze zeggen doei doei. Ja, het arme hondje kan niet op zijn plekje. Haha, normaal wil daar gaan leggen, maar daar heeft Chrissy even een tas staan. Ja, en Chrissy die is buiten voor me bezig. Ik was er aan het helpen. Zij is aan het snoeien. En ik ben de troep in de container steeds aan het doen. Dag Chrissy, dag schat. Hallo? Wat kom jij hier doen? Kijken. Oh? Maar hebben die anderen toch niks mee te maken, joh? Ja, tuurlijk wel. Gewoon even kijken. En het is weer mooi weer. We hebben regen gehad en niet zo zuinig ook. Even een buitje voor de stof. Nou, buitje voor de stof. Het staat er allemaal wel weer lekker fris erbij, ja. Maar de tomaten die kregen geen licht meer en ik heb er geen verstand van. En Chrissy wel, dus ja, ik ga de troep steeds weggooien. Houd ons bezig. Ook heeft ze de druivenstruik aan het snoeien geweest. En ja, het komt allemaal wel goed, zou ik zeggen. En Chrissy die gaat zo meteen mijn interviewen. Ja, dat had ik vanochtend al reeds gezegd. Dus dat gaan jullie straks zien, zou zeggen. Tot straks. Ja, en daar ligt mijn hondje dan, hè. Ja, die heeft net eventjes water gedronken.
Chrissy die is alweer geruime tijd weg. Want goede tijden, slechte tijden is bezig. Althans, momenteel even reclame. We hebben samen iets heerlijk gegeten. Zij heeft bij mij een interview afgenomen. Enkel die interview komt niet in deze vlog. Nee. Dat gebeurt nog niet. Wanneer wel, weet ik ook niet. Dat is afwachten van mijn dochter Karin van der Werf. En haar aanstaande man Roderick Staalman. Ja, dat wacht ik af tot ik van hun groen licht krijg. Eerder niet. Maar dat komt allemaal goed. We gaan er gewoon door met vloggen. Ik ga een bakje koffie inschenken voor mezelf. En zometeen weer eventjes verder kijken naar goede tijden, slechte tijden. En daarna ga ik een plaatje maken voor op Facebook. En dan ga ik Facebooken. En dit wordt er aan morgen verder aan gebreid. Want gisteren, maandag, heb ik niet gevlogd. Omdat ik gewoon geen zin had. Simpel, kostte lui. Het is vandaag maandag. Gisteren zondag. Had ik niet gevlogd, kostte lui. Ik denk, bekijk het maar. Lekker, vandaag niks. Dus ja, vandaag en morgen worden er één. Ja, simpel zat. Ga je nou daar liggen? Oh, goeie. Hé, mijn hondje. Ben je lief? Moet die kwispelen staartje niet doen? Nee, geen zin om te kwispelen? Je had toch een beetje of een vrouwtje? Nou dan. Ja, dat lieve vriend, ik zou zeggen, tot straks. Met mijn telefoon trouwens, want het wordt donker. Ja, en dan gaat het met deze niet meer. Tot later. Geniet van jullie avond. Hallo lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Het is alweer laat. Ik heb het 1:59, dus bijna 2:00 in de nacht. Dat is tijd om naar mijn bedje toe te gaan. Mijn hondje ligt lekker op de bank. Hé? Ja, nou. Jij. Is lief, hè? Oh, wil jij een kusje geven? Oh, mooi dankjewel, schat. Ja, dat ja, hij wil ook een beetje toe zometeen, dus we gaan lekker slapen. En we proberen weer gezond op te staan. Dus ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei. Ja, en daar zit mijn ene meisje. Daar gaat mijn prinsesje. En daar is mijn rode rakker. En daar ligt een stouterik. Ja, daar ben ik boos op. Die zat zich er net weer eventjes snacky aan zichzelf te bijten. Maar ja, oké. Ik wens jullie allemaal eerst een heel goede middag. Goedemorgen, goedemiddag, ja. Het is 8 minuten over 1. Het is 14 augustus. En ik wens jullie hartelijk welkom bij weer een goed nieuw vlog van Corinna en de Beestenbol. Dat we gaan straks weer lekker eventjes de stad in. Ik neem jullie dan weer niet mee. Ja, ik neem deze camera mee. Als ik iets leuks zie, ja, dan vlog ik. Zie ik niks. Heb je pech? Ja, dan vlog ik niks. Het is in huis. Warm. Ik heb wel het raam van de keuken open, een stukje. Maar het waait ook als een raket. En ik moet nog alles anders, want mijn briltje zit niet lekker. Nee. Ik zat gisteren ook wat te hannissen, maar het wil niet. Dus daar gaan we ook even naartoe. En dan zien we wel hoe en wat. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Maak er wat leuks van. Ga ik ook proberen. Ik zou zeggen, doei doei. Tot straks. Ja, lieve vrienden. Het is alweer avond. Het is alweer, hoe laat is het? Ik weet het niet eens, zal ik je vertellen. 20:36. En het is nog steeds ook. Dinsdag. Ik zou 2 vloggen aan elkaar maken. Dat van gisteren en dat van vandaag. Maar ik denk dat er nog een dag bij komt. Want helaas heb ik vandaag niet veel gevlogd. Ik heb het druk gehad. Ik was dus even de stad in.
Even de juttertjesmarkt over, even wat boodschapjes doen. Ik moest naar de goudsmid toe. Want ik heb mijn armbandje eventjes achtergelaten. Ik heb mijn ketting in laten korten. En toen ik bij de DK was, toen kreeg ik telefoon. Van ik zit lekker in het zonnetje op je bankje. Oké. En ik heb mijn boodschapjes gedaan. Nou, die heb ik afgerekend, gauw, snel. En ik ben naar huis gekacheld en hopla. Nou, dat was dan mijn begeleidster van Cerelo. Mijn begeleidster die was 3 weken op vakantie geweest. Ik wist niet wanneer ze terugkwam. Nou, vandaag dus. Nou ja, een hoop besproken, een hoop gedaan en enzovoort. Maar ik moest dus nog een keer weg. En dat was nog naar die goudsmid toe. En mijn ketting in laten korten en mijn armbandje even ingeleverd, zodat hij daar ook mee aan het werk kan. En toen moest ik weer naar de deken, want ik moest nog wat hebben. En dat was terpentine, want ik heb lijm op mijn scherm van mijn booster. En ja, daar zit die kookpro voor. En dan probeer ik die lijm in allerlei... Ik probeer mijn best te doen om die lijm dus weg te krijgen. Daar gaat mijn mobiel, nou die wacht maar even. Om die lijm dus weg te krijgen. Maar dat lukt ook zelfs niet met terpentine. Nee, ik krijg het er niet af. Dan moet ik dus verder gaan verzinnen. Nou is er nog een optie, dat is een lijmconditioner. Om de lijm eraf te halen. Ja, net zoals met nagellak kan je die troep remover. Zo is het. Lijmremover. Nou, dat is de laatste optie. En als ik dan nog niet wil, dan weet ik het niet meer. Nee. Dus ja, dat is allemaal afwachten. Maar dan moet ik eerst weer geld voor hebben. Dat is logisch. Want dat kost ook weer geld. De spiegels. Degene die al een spiegel hebben, ik hoop dat die allemaal nog heel zijn. Want van mijn surrogaatzusje Chrissy is die niet meer heel. Nee. Verkeerde lijn. Ja, dat is uitzoeken, ook dat. Nou, dan heb Chrissy dus uitgevonden welke lijn. Dan moet ik daar ook weer achteraan om dat te zien te kopen. En dan weer proberen daarmee verder. Want ik was al een beetje gestopt. Ik denk, ik moet eerst zien dat ik andere lijnsoort krijg. Maar je moet wel weten wat voor lijm je moet gebruiken op een spiegel van glas. En aangezien dat er bij deze spiegels geen rand eromheen zit, een lijst, zodat ik op die lijst kan gaan werken. Maar dit is alleen nog maar een ronde of een vierkante spiegel zonder lijst. En ik plak dus direct op het glas. Nou ja, dat moet toch, Even afwachten hoe dat gaat. Maar voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, geniet van je avond. Voor later welterusten. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, die ligt hier van Pampus. Die vindt het alweer eigenlijk wel weer warm. Denk ik. De haren vliegen hier door mijn kamer heen. De haartjes van de beestjes. Joella, jij had het erover. Dat heb ik al gelezen. Ik heb enkel nog niet geantwoord. Maar dat ik niet zoveel haren had. Nou, kom maar eens een paar dagen logeren, zou ik zeggen. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen een hele goede morgen. En een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag. 15 augustus. Het is 11:17. Ja, straks komt de huishoudelijke zorg, de invalster. Maar ik ken haar. Het is een goede neen ook. Maar het is echt hier een bende hoor, Joella. Ja, echt. Ik hoop dat ik je naam trouwens goed uitspreek. Ja. De vlokkenhaar. En ik zal je er eentje laten zien als dat lukken is. Ja, kijk eens. Nou, zo ligt mijn kamer bezaaid. Daar ligt er nog één. Nou, het is hier bezaaid met dat spul. Dus ik heb genoeg. En buiten maakt meneer een troep. Dat kan ik om de haafklap vegen.
Dus, maar ja, maakt allemaal niet uit. Ja, er komt er al eentje aan met de fiets. Ja, en dat is er waar ik het over heb, die niet op de vlog mag. Maar oké, hi lieve schat. Dat, het is hier een bende, Joella. Dus ja, het legt er niet aan dat dieren buiten leven of binnen leven. Nee, ik heb ze veel ook in huis. Het zijn twee katten die hoofdzakelijk buiten komen. Maar is het te heet of is het te koud, zijn ze ook liever binnen. Die blauwe, Russisch blauwe, mijn prinsesje, die komt alleen nog in de tuin. Maar dan is het zomer, in de winter komt ze niet buiten. En mijn hondje komt ook alleen nog maar in de tuin. Dus ja, dat komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is, wat voor weer is het? Een beetje vreemd weer. Het is wel bewolkt. Ja, maar de zon die schijnt ook. Dus ja, een beetje gek. En het is warm. Het is heerlijk. Maar geniet daarvan. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ik zou zeggen, doei doei. Ja, een hele goede middag. We zijn nog steeds op dezelfde dag, woensdag. De huishoudelijke hulp is geweest, die ik dus niet mag vloggen, wat logisch is. Ook mijn mannelijke begeleider, die voor mijn klokzorg, die is geweest. Maar die kwam maar heel eventjes, want het is heel erg druk op zijn werk. Kom wel weer. Hij gaat ook op vakantie. Daarom heeft hij het heel erg druk. Heeft hij 3 weken vakantie, dus ik ben 3 weken verlost. Maar dat maakt niet uit. Mijn huisje is schoon. De haren die zijn weg. Maar ja, er komt allemaal weer hier en daar een klein nieuw haartje. Maar dat doet er niet toe. Mijn hondje ligt lekker te slapen. Oogjes gaan wel wat heen en weer. Maar met andere woorden, laat mij maar lekker liggen. Ja, en het is heel raar vreemd weer. Ik heb de deur even dicht gehad, omdat het me zomaar toch wel even te koud werd. Is dat nou op een keer? Want het waait. En niet zo zonder ook. Ja, ik zal even die deur verder open gooien. Het is heel vreemd weer. Bewolkt. En toch ook zon. Die het wel zijn warmte nog heeft, maar de wind op zich is fris. En dan denk je, wow. Ja, maar in huis blijft de warmte zo lang hangen, hè? Ja, ik heb je gezien hoor, schat. Hé, alles gaat heen en weer. Hallo. Maar ja, maakt niet uit. Kijk, ze komt niet verder, hè. Ze zal ook niet klimmen over die schutting heen. Nee. Hallo, meisje. Maar vogeltjes, hè. Ben je toch bang van? Achter het raam vindt goed. Maar Robi. Als ze bij je in de buurt komen, vliegt ze naar binnen. Maar, oké. Ja, ik ben bezig. Ik heb een plaatje gemaakt en die ga ik zo eventjes naar Facebook brengen. Ik zou Facebook zeggen, maar het is Facebook. Een heel leuk plaatje, vakantieplaatje voor degene die nog op vakantie gaan. Dus ja, ik zou zeggen, degene die lid zijn van Facebook en die mij weten te vinden, geniet van mijn plaatjes. Ja, ik zou zeggen... Tot straks maar weer en geniet van je dag. Ja, lieve vrienden, het is 12 minuten over 6. En nog steeds leven wij op woensdag. En ja, ik kreeg onverwachte visite, dus ik heb nog niet dat plaatje naar Facebook gebracht waar ik het over had. Nee, ik zou net naar Facebook toe gaan en toen ging de poort open. En er kwamen twee fietsen naar binnen met 2 personen. 1 man, 1 vrouw.
Die vrouw die staat al eens een keer op de vlog, onder andere met mijn verjaardag. Dat is mijn surrogaatzusje Wilma, die hier ook in dezelfde stad woont dan ik. En ja, die kwam met haar vriend langs, nou hartstikke gezellig. Ze zijn nou net de deur uit, ja. Ze is een hele tijd bezig geweest met mijn mobiel, met mijn pc en met een ander apparaat die aan het plafond behoort te hangen. Ja, dat, maar helaas, dat is nog niet gefixt. Ze heeft datgene wat aan het plafond behoort te hangen, die heeft ze nou mee naar huis. Ik ben met een bakje koffie nog even bezig, want ik stik van de dorst. Dat ik ga dan zometeen even nog Facebooken voordat ik mijn hondje eten ga geven en mijn poezenbeestjes. En voordat ik zelf ga eten. Dat ik zeg, geniet van jullie avond. En ik spreek jullie straks nog wel. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. Ja, het is 2:36 in de nacht. En ik zeg jullie dus allemaal ook een goede nacht toe. En ik wens jullie wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Ook weer gezond op. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.